kept secret on this earth. Packs, we keep it moving, moving. Goedemiddag allemaal, ik ben Mirjam Terpstra van Studio West. Ik durf wel te stellen dat zonder samenwerking Studio West nu niet meer had bestaan. Wij zijn ooit gestart in 2004. Er lagen opeens allerlei kansen bij de gemeente Amsterdam om iets met talentontwikkeling te doen. En Theater de Meervaart wilde heel graag iets doen voor jongeren in Amsterdam Nieuw-West. Dus daar kwamen twee belangen bij elkaar en van daaruit is Studio West ontstaan. Studio West is een talentontwikkelingscentrum voor jongeren van 14 tot 25 jaar. Om even terug te komen op het belang van samenwerking voor ons. Wij werden tot 2010 gefinancierd door de gemeente Amsterdam uit jeugd. Wij kregen eind 2010 te horen dat die budgetten zouden stoppen. Dus zaten we 3 maanden voor het begin van het nieuwe jaar met de handen in het haar. Zo van, wat nu? Vanaf 1 januari hebben wij geen geld meer. Op dat moment hadden we een relatie met woningbouwcorporatie IJmeren en we werkten ook met allerlei grote evenementen samen. We hebben dat allemaal op een rijtje gezet, zijn naar de gemeenteraad gegaan en daar heb ik een vurig pleidooi gehouden voor een overbrugging van 2 jaar om ons in ieder geval de kans te geven om via al die samenwerkingsverbanden die wij in Amsterdam hadden, ons bestaansrecht te hernieuwen en nieuwe financieringsbronnen aan te boren. Nou, die kans hebben wij gekregen en inmiddels zitten we sinds 1 januari 2013 in het kunstenplan van de gemeente Amsterdam. Dus waar ik maar mee wil aantonen, dat als je investeert in samenwerkingen en in een breed netwerk, dan levert je dat op de lange termijn heel veel op. Nou, dat was even een inleiding. Dan ga ik door naar de pretzie die ik gemaakt heb voor het eerst. Het was voor mij leuk om een keer uit te proberen. Studio West dus, gericht op talentontwikkeling voor jongeren van 14 tot 25 jaar in Amsterdam Nieuw-West. Wij zijn onderdeel van Theater de Meervaart. We zitten ook in hetzelfde pand als het theater. Maar hebben wel een eigen ingang en een heel eigen huisstijl. Het voordeel van onderdeel zijn van het theater is dat we gebruik kunnen maken van de theaterzalen van de Meervaart, waardoor onze presentaties, die kunnen we in een hele professionele setting laten zien. En we kunnen grote hoeveelheden publiek ontvangen. Om een voorbeeld te geven, afgelopen weekend hadden we presentaties voor ouders. Verschillende presentaties, ook van kinderen, maar ook van jongeren. En daar zijn in totaal 2000 bezoekers naartoe gekomen. We hebben ongeveer 700 deelnemers op jaarbasis. Dat zijn zowel deelnemers die voor een hele korte periode komen, 6 weken, als deelnemers die bij ons meerdere jaren actief blijven. We richten ons trouwens op theater, dans, muziek en film. In die zin zou ik ons ook niet echt een urban productiehuis noemen, want we zijn breder dan dat, maar er worden wel veel urban activiteiten aangeboden, waaronder DJing, beats, mixing en mastering en veel urban dans. We werken ook samen met het voortgezet onderwijs in Amsterdam. We ontvangen jaarlijks 1250 scholieren voor scholenprojecten en zoals ik aangaf, we doen veel evenementen. Zowel stedelijke evenementen als onze eigen evenementen. Daar ontvangen we ongeveer 4000 bezoekers per jaar. Studio West heeft een aanbod wat zich richt op 3 gebieden. Talent ontwikkelen, dat is voor de beginnende deelnemer. Dat zijn jongeren die als een keer iets willen uitproberen. Die denken, ik wil wel eens leren hoe dat is om beats te maken. Of die willen heel graag een korte cursus filmmontage volgen. Die kunnen bij ons een blok van 6 weken les volgen. Dat is puur verkennend. Vinden ze het leuk, dan hebben we een aanbod waarin ze kunnen doorstromen. Dat ze naar de gevorderde lessen gaan. En uiteindelijk zelfs mee kunnen doen aan een lab. En dat is een programma van een jaar. Dus daar zijn eigenlijk 3 trainings in. Naast dat we talent ontwikkelen, is het ook een belangrijke doelstelling om talent op het podium te brengen.
Dat doen we dus in ons eigen pand, in de theaterzalen van de Meervaart, maar ook op lokale evenementen en zelfs stedelijke evenementen als de Uitmarkt en het Roots Festival, Picnic in the Park, noem maar op. En als derde doel hebben wij de ambitie om een vrij selecte groep, laten we zeggen ongeveer 10 jongeren per jaar, individuele coaching te bieden, zodat zij klaargestoomd worden voor een kunstvakopleiding. Dat kan een mediaacademie zijn of een filmacademie, maar ook een ROC Dans, een Herman Brood Academie, noem maar op. Dus die jongeren krijgen hele speciale individuele aandacht om een portfolio te realiseren waarmee ze auditie kunnen doen. Nou, heel snel even wat ik zelf altijd benoem als succesfactoren van Studio S is dat we goede faciliteiten hebben, studioruimtes. Maar vooral dat we over een heel groot netwerk beschikken. Dus we werken met heel veel verschillende partijen samen. Het lokale jongerenwerk bijvoorbeeld, diverse podia, festivals. En we hebben een goede link naar de kunstopleidingen, omdat we vaak weer docenten inzetten die ook daar werkzaam zijn. De professionaliteit van de Meervaart werkt op alle fronten mee, dat we kunnen beschikken over de zalen en over technici. En we hebben een hele grote pool van docenten die afkomstig zijn uit de doelgroepen die woonachtig zijn in Nieuw-West. En dat zijn vaak autodidacten, mensen die succes hebben in de creatieve sector en die het heel leuk vinden om hun kennis en ervaring over te dragen aan jongeren. Nou, even wat highlights. We hebben in de bijna 10 jaar dat we nu bestaan een aantal jongeren zien doorgroeien. Zo is bijvoorbeeld de hiphopformatie Zwart Licht, die hebben hun eerste cd opgenomen in de muziekstudio van Studio West. En door die opname zijn ze in contact gekomen met Top Notch en daar uiteindelijk getekend. Nou, die jongens komen nog steeds veel bij ons over de vloer en doen op dit moment ook een rapproject. Die dragen hun kennis dus ook weer over aan een nieuwe generatie. Dylan Judekul speelt sinds 2 jaar in Goede Tijden, Slechte Tijden. Heeft bij ons theaterles gevolgd en geeft op dit moment ook weer een workshop camera acteren. Dus het is heel leuk dat je merkt in 10 jaar tijd dat kringetje weer rond wordt. Dat jongeren het stokje doorgeven. We hebben een eigen hip-hop collectief voor dames opgericht. De Damn Dutches. Dat wordt geleid door MC Melody, een van de bekendste vrouwelijke MC's van Nederland. En verschillende dansers uit Studio West doen mee aan de talentenjachten op televisie en hebben daar succes mee. Nou, altijd leuk om plaatjes te kijken. Dus hier een beeldimpressie van Studio West. Boven DJ Masterclass. Ieder jaar nodigen we 3 gerenommeerde DJ's uit om een kijkje in de keuken te geven. Hoe stellen zij hun mixes samen? Waar zoeken zij hun muziek? Maar ook de zakelijke kanten van de DJ-branche. We organiseren ieder jaar de Studio West Awards. Daar zetten we 5 jongeren in het zonnetje die iets speciaals hebben bereikt het afgelopen jaar. Nou, dat is net geweest, dus het afgelopen weekend. We werken samen met B-boys. We proberen een bijdrage te leveren aan de B-boys scene door regelmatig lectures en masterclasses te organiseren, onder andere met de Cypher. En je ziet er nog een plaatje van de theatergroep. Dus er worden ook theaterlessen en producties gemaakt. Dat was even een introductie van Studio West, nu ingaand op de samenwerkingsverbanden. Ik gaf al aan dat we veel samenwerken met het voortgezet onderwijs. Dat is voor beide partijen aantrekkelijk, want het voortgezet onderwijs is heel erg op zoek naar projecten die aansluiten bij jongeren en bij jongerencultuur. In Nieuw-West zijn heel veel VMBO-scholen. Dat zijn vaak kinderen die nog heel weinig culturele bagage hebben. En wij hebben een aantal docenten die voortkomen uit de jongerencultuur. En een hele goede klik kunnen maken met de scholieren. Voor ons is het weer interessant om met het voortgezet onderwijs samen te werken. Omdat wij daar een nieuwe kweekvijver van jong talent vinden. Die we dan in de vrije tijd weer verder kunnen begeleiden. Evenementenorganisatie ben ik al op ingegaan, dus die laat ik even zitten. Nou, jongerenwerk komt vaak bij ons om creatieve workshops in te kopen. Zij richten zichzelf meer op het ambulante werken, jongeren op straat
aanspreken en helpen bij bijvoorbeeld de studie, werk. Maar ze zoeken ook creatieve invulling voor hun jongerencentrum en daar komen wij dan in beeld. We hebben recent projecten gedaan met de jeugdzorg, workshops in justitiële inrichtingen. Maar ook in de ambulante hulpverlening gezorgd voor een passend programma. En we werken samen met twee woningcorporaties. En daar ga ik zo meteen nog wat uitgebreider op in. Sinds begin 2011 organiseren we samen met woningcorporatie IJmeren het project Express Your Best. Het is een project wat heel dicht bij mijn hart ligt, omdat mijn persoonlijke missie is dat ik vind dat ieder kind het recht heeft om zijn of haar creatieve talent te verkennen en te kunnen uiten. Nou, in Nieuw-West zijn een aantal wijken die je zou kunnen betitelen als sociaal-economische zwakke wijken, oftewel achterstandswijken. En IJmeren heeft ons gevraagd om in die wijken een workshopprogramma te organiseren voor kinderen van 10 tot 16 jaar. En dat doen wij in samenwerking met het lokale jongerenwerk. En de opzet van dat programma is om die kinderen te activeren en te enthousiasmeren. Maar vooral om ze te helpen om door te stromen naar een reguliere vrije tijdbesteding. Dus de traject bestaat uit 12 lessen. En daarna proberen we ze een plekje te geven bij een culturele aanbieder in Nieuw-West. Voor ons is het een motivatie om die kinderen in contact te brengen met kunst en cultuur. En om ze de kans te geven om ook zich daarin verder te ontwikkelen. Inmiddels bereiken we zo'n 150 jongeren per semester. En daarvan stroomt 40% door naar een culturele activiteit in de buurt. En vindt daarmee, het is zo'n beleidsterm, maar ik vind het toch wel passend, een zinvolle vrije tijdbesteding. En dat is ook het motief voor IJmeren, die veel bezit hebben in Nieuw-West. Zij willen heel graag de leefbaarheid in die wijken verbeteren. Dus hoe minder jongeren er op straat hangen en rotzooi uithalen, hoe prettiger dat is voor de buurt. Nou, hier een heel kort filmpje over het project Express Your Best. Dan krijg je ook direct een inkijkje in welke jongeren meedoen en wat voor activiteiten we precies aanbieden. Een groot spektakel gisteren in Nieuw-West. De workshops van het project Express Your Best werden afgesloten met een optreden in Theater De Meervaart. We zijn hier bij Express Your Best en het is een project dat gedaan wordt in Amsterdam-West. En er worden workshops gedaan voor kinderen van 10 tot 16 jaar in allerlei disciplines. Het gaat eigenlijk om gewoon de kinderen een kans te bieden om hun talenten te ontwikkelen, omdat dat niet zoveel is in Nieuw-West. En daar is vanavond de eindpresentatie van. Spannend! Er waren workshops in alle soorten en maten. Musical en dans. Voor theater. DJ, kleding maken. Free running. Ho, wacht eens even. Free runnen in een theater? Ja, dat dacht ik ook in eerste instantie. Maar we hebben dus obstakels meegenomen vanuit de gymzaal. En die zetten we dan op het podium en daar wordt dan gefreerunned. Oké, klinkt goed. Wat leer je allemaal van zo'n workshop? We hebben ritmes geleerd. En hoe je je stokken kan vasthouden. Dat je iemand anders gaat spelen. En ze kunnen kijken voor later of ze het leuk vinden. En het is echt gewoon motivatie is. Wil je meer weten over Express Your Best? Kijk op de Bastahai voor meer informatie. Een andere samenwerking die we zijn aangegaan is de samenwerking met Spirit Jeugdhulpverlening. We hadden al sporadisch contact met Spirit. Hulpverleners van de organisatie kwamen regelmatig bij ons om te vragen of wij een leuke cursus of workshop wisten voor cliënten die zij begeleiden. En uit die incidentele contacten is het plan geboren om samen een traject op te zetten. Waarbij we proberen om jongeren die heel diep in de problemen zitten, een zetje richting een wat positievere
invulling van hun vrije tijd te geven met behulp van creatieve vakken. In eerste instantie bleek dat heel erg moeizaam te zijn. We hadden dat veel te rooskleurig ingeschat. We dachten, als we nou maar een leuk programma aanbieden, dan komen die jongeren daar vanzelf naartoe en dan vinden ze het leuk en dan gaan ze meedoen en dan komt dat allemaal vanzelf op gang. Maar wat we onderschat hadden is dat het vaak de cliënten van Spirit heel vaak moeilijk vinden om dingen voor een langere periode aan te gaan. Ze hebben zoveel aan hun hoofd dat ze snel besluiten om het maar weer te laten zitten. Of ze hebben een heel laag zelfbeeld, waardoor ze denken van nou, als het één keer mislukt, dan dit is niet voor mij weggelegd en ik stop ermee. Ze hebben ontzettend veel tijd en energie moeten steken in het überhaupt de jongeren naar Studio West te krijgen. We hebben op een gegeven moment gezegd van nou, we gaan een tussenstap invoeren. We gaan niet zozeer proberen om de jongeren direct naar Studio West te krijgen, maar we gaan een aantal dingen intern bij Spirit eerst uitproberen. Zo hebben we een filmproject gedaan met jongens die bij Spirit zitten in het kader van resocialisatie en begeleiding. Dus dat was een onderdeel van het programma waar zij uit konden kiezen, een soort verplicht programma. Nou, daar is een hele leuke of hele interessante film uit voortgekomen. We hebben in de Amsterbaken, een justitiële inrichting, hebben we een kort workshop traject aangeboden. Rap, percussie en radio maken en film. En dat is ook intern in de inrichting is dat gepresenteerd. En we hebben een programma voor School to Care. Dat zijn drop-outs die weer naar de school begeleid worden georganiseerd. Waar er ook een aantal van die leerlingen zijn doorgestroomd weer naar het vrije tijd aanbod. Volgens mij kom ik nu bij de aanbevelingen. En zoals ik al zei, dat project met Spirit, dat liep in eerste instantie heel moeizaam. Ik heb af en toe wel eens gedacht van waarom zijn we hier nou ooit aan begonnen. Dat is dan het laatste motto wat ik dan noem. Try, fail, try again, fail better. Want ik denk dat als je samenwerking aangaat, dat je er rekening mee moet houden dat je iets totaal nieuws start. En dat dat soms doorzettingsvermogen vraagt. Of ook de bereidheid om het in eerste instantie helemaal mis te doen. En daaruit weer te leren en weer de vervolgstappen te zetten. Wat mijzelf altijd heel erg helpt is om outside the box te denken. Je kan heel erg in je eigen circuitje gaan zoeken. Maar je kan ook eens wat breder denken. Van wat is nou precies de meerwaarde die wij kunnen hebben voor andere organisaties. En ik zou ook echt willen meegeven, denk daar niet te klein in. Soms denk ik van ja, we hebben ook wel eens de neiging in de sector om als een soort van Calimero van nou, ja, wat zijn we, wie zijn wij nou eigenlijk helemaal? Maar we hebben ontzettend veel te bieden voor bijvoorbeeld woningcorporaties of ook jongerenwerk, hulpverleningsinstanties. Juist omdat wij mensen in ons netwerk hebben die heel goed contact kunnen leggen met andere doelgroepen. Die een hele specifieke manier van werken hebben die van waarde is voor andere organisaties. Wat volgens mij heel belangrijk is bij samenwerking is dat je eerst je eigen missie helder moet hebben en je toegevoegde waarde. Dus wat heb ik precies aan te bieden aan andere partijen? En als je de samenwerking aangaat, dat je daarin ook een helder onderscheid maakt van wat lever ik en wat levert de andere partijen. Het is goed om een breed netwerk te onderhouden. Daarom vind ik het ook heel leuk om hier vandaag te zijn, om weer nieuwe mensen te ontmoeten. Want dat stimuleert je om steeds weer nieuwe projecten te verzinnen. En je doet nieuwe ideeën op. En vervolgens, ja, dat klinkt dan weer een beetje tegenstrijdig, van schoenmaker blijft bij je leest. Maar ik heb vooral gemerkt in dat hulpverleningstraject, dat hulpverlening echt een heel andere tak van sport is dan creatieve workshops aanbieden. Dus dat je daarin ook echt moet durven vertrouwen of durven leunen op de inbreng van je samenwerkingspartij. Nou, ik laat het hier even bij. Zometeen in de deelsessie kunnen we verder doorpraten. Ja, heel erg bedankt, meneer Terpstra. Je maakt echt wel een bruggetje. Best kept secret on this earth. Packs, we keep it moving.